allereerst fantastisch om hier met een Nederlandse groep jongens op een Nederlandse boot te springen. Eindelijk. Ik heb natuurlijk op verschillende boten gevaren en nu eindelijk thuis. Ik denk zeker dat het moeilijkste gedeelte van de Volvo Ocean Race voorbij is, theoretisch. Maar in het verleden hebben we ook gezien dat het laatste gedeelte van de race heel zwaar kan zijn. Dat is eigenlijk ook een beetje het gevaar. Op het moment dat je denkt dat het makkelijk wordt en minder zwaar, dan ga je verzwakken. En dan kunnen er dingen gebeuren of dan ben je minder scherp. Dus het is vooral belangrijk om altijd weer elke dag gewoon volop ervoor te gaan. En veilig te blijven en dat soort dingen. Dus, je weet niet, het kan altijd stormen en dan is het in één keer weer zwaar.